Wanneer je met de speksteen gaat werken, begin je uiteraard met het zoeken van inspiratie. Je kijkt bijvoorbeeld op Pinterest wat jou aanspreekt. Daarna kies je een steen en pas je je ontwerp daarop aan. Je moet natuurlijk uiteindelijk wel gaan passen. Teken dit ontwerp ook na op de steen zelf. Met een beetje klei maak je je schets uiteindelijk ruimtelijk, zodat je kan zien hoe de vormen eruit zien in 3D. En dan is het een kwestie van veilen. Moet je grote stukken verwijderen, kun je daarvoor een grove vel gebruiken. Het is namelijk de bedoeling dat je eerst de basisvormen erin gaat krijgen en dan gaandeweg steeds meer details. Hoe meer gedetailleerd je wil werken, hoe kleiner de vel is die je nodig hebt. Ben je tevreden over je vorm, dan scheur je deze op met schuurpapier. Eerst met wat grof schuurpapier. Hier zie je ook het verschil tussen de gescheurde en de ongescheurde kant. Daarna is het tijd om hem te polijsten. Dit gebeurt met het zwarte schuurpapier. Is je steen klaar, dan behandel je deze met bijenwas. Eerst spoel je hem af en daarna breng je de bijenwas aan. Zo wordt de kleur weer mooi en ben je klaar.